Hallo, goedemorgen. Ik doe een beetje zo, want anders heb ik superveel wallen of whatever. Maar het is best vroeg. En ik ga naar New York vandaag samen met Bram, Sjan en Stefan. En ik heb er echt fucking veel zin in. Ja, dus ik ben nu vanaf nu een week een fucking vlogger. Dus like en abonneer op mijn vlog. Maar goed, ik ga even mijn spullen, de laatste dingetje in mijn koffer doen en dan komt mijn taxi mij ophalen. Dus, Uber die is er. Hallo! Hey. Hallo. Uber Bram! Waar naartoe? New York City! Alright! Heb je er zin in? Oh ja, zin in. Oké, bitch. Nou! Even door hoor. Sorry. Oh, maar even. Ja, jezus, ik doe toch. Fiets. Eindelijk compleet. Hey, ik ben deze niet bij. Steve, zwijgen. Is het Julia Hemel kanaal? Dit is de vlog van Julia. Gelukkig in Nederland. Ja, dat is toch goed. Maar heb je er zin in? Ja, natuurlijk. En jij? Jij? Ja, ik moet eigenlijk ook. Ik kom er ook even terug. Oké. Okay. Ik moet ook nog even aanbinden aan het idee. Oké, okay, nou we gaan nu lekker boarden. We staan in de rij met de mannen. Eerst, ik ben met deze hoogte, en als ik zo door zie je vroeg van steeds. Je moet even dat kapje erop zetten. Echt helemaal zielig met dit muziekje. Te kwam. Bijna bij ons hotel. Het regent alleen fucking hard. We zijn er. Oh, we zijn er. Kijk eens aan. Het is mooi hier. Ja, toch het mooi. Hotel ook. Ja, maar mooi. Okay. Pinch me, please. Dit is Omega. Auw! Niet echt. Oh. Goed, we gaan dus in ieder geval even eten. Ik ben nu aan het vloggen. Ik ben nu heel slecht in het vloggen. Maar ja, waar gaan we eigenlijk eten? Oh, mag ik het niet laten zeggen? Ja. Ik wil waar die rook uit komt. Net ik, toen ik nog rookte. Een put waar rook uit komt. Kijk, dit is toch bizar, dat komt weer beter. Gegeten, hè, jongens? Zeker. Toch? Zeker. Sjan? Wat is er, Sjan? Ja, Sjan die wil niet en lopen. En dan denken over dat lopen. Nee, je ziet hem gewoon denken. Nee, hoe lang heb je er gisteren over gedaan? Toen je ging rennen? 2:48. Nou, hier, wat is dan een uurtje lopen? Nou, dat is best wel veel. Als je nee, je bent toch geen debiel? Nou, we stonden nog geen uur hier in New York en meneer die haakt het hotel zijn we uitgelopen. We zijn naar een restaurantje gegaan, meneer heeft nu al pijn in de poten. Ja, het doet pijn!
Morgen is het nog veel erger. Je spuugt ook heel veel in mijn gezicht. Ik weet het, Bram! Ik baal er ook van! En dan ga je naar het restaurant gelopen. Dat deed je vloeiend. Vlog is back. Ik ben helemaal in mijn hum met deze outfit. Ik heb een nieuw pet gekocht gisteren, want ik heb vet haar. En ik kan mijn haar niet feunen, dus dat ga ik morgen laten doen. Maar kijk eens even. Hier is Stefantje. Dat is Stefan. En Sean, waar is die? Die zit hier. Sean. Nou, we hebben gewoon een hele dag hier in New York City. En we gaan nu even ontbijten en een zonnebril kopen voor Stefan. En dan daarna, weet je wat we dan gaan doen? In een fucking helikopter, Sean. In een helikopter. Dus dat gaan we allemaal. Ik ga je dan lekker allemaal meenemen in de oma vlog. Jongens, zwaai naar oma vlog. Ik ga daar zitten. Zo, Sean, weet je al wat jij gaat eten? Een eitje. Lekker eitje. Wat ga jij eten? Ik denk avocado. Maar ik zou wel graag pannenkoeken willen delen, gewoon voor de feeling. Ja, doen we dat toch? Steve, wat wil jij? Ja, ik weet het nog niet. Waar zit die toast in jou dan? Sean. Dat gaan wij zo doen. Dat gaan wij zo doen. Heb je er zin in? Ja, ik heb het altijd wel een keer willen doen. Ik ook, maar dit is wel heel bijzonder. Je kan het ook gewoon in Scheveningen doen ofzo. Ja, dit is New York. Is vanochtend in zijn eentje naar het museum gegaan. Yes, I'm in New York, you know. Was het leuk? Was het leuk? Yes, it was way fun. Yeah, sorry, I don't speak Dutch anymore. That's right. Like, so. I was telling about helicopter in Netherlands. Yes, it's yes. Like, we say helicopter. Yeah, how do you but say in Dutch it's helicopter. Helicopter, yeah, yes, right. Yes, it's yeah, weird, yeah, weird, you know? Yeah. Hey, en jij moet maar zo vertellen wat er is gebeurd. And how is it with the limping guy? Yeah, ik was limping Sean. We hebben net een, rolstoel. Maar hoe komt dat? Vanmorgen heeft hij een rolstoel. Ja, vanmorgenochtend hebben we. Ja, het is echt triest. Ik ga hem niet duwen, shotgun. Ja, omdat ik een marathon heb gelopen. Maar dat Stomme lul. Ik weet het. Geen goede timing. Komt goed. Komt goed. Ben je in Amerika? Oké. Dat gaat lopen. Oké, nou ja. Zij zijn even ruzie aan het maken. Ik ga maar gewoon even vertellen wat we gaan doen. We gaan nu eventjes een walkje doen naar de Brooklyn Bridge. En dan bier drinken. Die Brooklyn Bridge is nog stijl ook. Oh shit, Sean. Nou, Sean is terug naar de hotelkamer, want hij kon het niet meer aan. Hij kon niet meer lopen. Heb ik wat anders aan, want we gaan nu naar Central Park. Dat is de derde outfit van vandaag. Nee, de tweede. Want we gaan naar Central Park en we gaan daarna gelijk uit eten. Dus ik wil even wat leuks aan en iets fris, want ik heb heel erg gezweet vandaag. Restaurant. Dus we gaan weg uit Central Park en dat was echt super leuk. Nou, en we gaan lekker eten. Ik zal zo even eten filmen. Waar zijn we in een Arcana in Chinatown. Ja.
haar zit echt verkrekt. Dus dat ga ik even lekker laten feunen. Hi, nou, zoals je ziet zijn mijn haren gefeund. Helemaal blij mee en wij gaan nu naar een museum. En daarna gaan we eten bij een heel leuk burgertentje. En dan gaan we naar Broadway. We gaan nu even ergens lekker wat drinken. Nu gaan we even lekker een burger scoren. Nou, Bram. Oplopen. Ja, je ziet het gelijk. Oh, oké, dus. Nou, het is dat. Burgertje halen. En naar de musical. Ja, toch? Is je zin in de musical? Yes. Zullen we zo dan? I love musicals. Musical. Hey, goed shot. Muzikaal. Oké, genoeg. Nou, genoeg. Doei. Enthousiasme aan het napraten, want dat was leuk, hè, Steve? Ik vond het leuk, inderdaad. Was dit je eerste? Hey, goedemorgen! We gaan vandaag iets doen wat Sean heel graag wil: de Freedom Tower in, het hoogste gebouw van Amerika. Dat gaan we nu doen. En dat is het. Ga even naar boven. Je ziet het. Fucking chill! Supergoed idee! Heb je er zin in, Sean? Eerst even ontbijten, hè, Sjan? Wat gaan we doen? Gaan we eerst even ontbijten. Ja, het duurt. Ja. Toch? Ja, want die tower die stond. Die tower gaan we niet in. Ja, ik. We zijn onderweg naar het museum over 9/11. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik misschien heel erg moet huilen. Heftig, hè? Ja, het was heel heftig. Dus ik moest even bijkomen, jij ook. En ik zit nog steeds buiten komen. Ja, in de stoel. En nu gaan we lunchen. Hey, Rusk! Hey! Rusk! Like a little South African kid. Yeah. Oh, diezelfde als net? Ja. Ik heb een streep op zijn rug. Ja, dat is zijn ridgeback. Ah. Nou, de camera stond niet aan, maar we hebben deze rit heel veel meegemaakt. Ja, vertel, doe even een beknopte Ging Sean geld doneren, wat heel lang duurde. En daarna werd er snoep naar hem gegooid van een oma uit Duitsland. Dat is een hele beknopte versie. Ja, toch? Nou, en Sean, wat gaan we nu doen? We gaan de toren in, de Freedom Tower. Eindelijk de Freedom Tower in. Hotel even klaarmaken en alles en dan gaan we uit vanavond. Ik ben benieuwd, misschien zijn er nog leuke mannen. Nou, Sean? Yo. Wij gaan feesten vanavond, ik vind het wat. We gaan uit in New York, ik heb het nog nooit gedaan. Ik ook niet, we gaan even nadenken, wat gaan we gokken? Wordt dat leuk? Want we hebben ons getwijfeld erover. Totaal geen verwachtingen. Zo moet je er ook in gaan, kerel. Is dat er niet aan toe? Ja, volgens mij wel. Oké, nou in ieder geval, we lopen nu naar onze Uber. Met Sean even op pad geweest. We hebben allemaal Nederlanders ontmoet. Ik heb ze net gefilmd. Ja, ja. Met Nederlanders en Belgen. Vincent en Janneke. Hey, hallo Julia. Oké, ik heb denk ik de ergste kater van mijn leven. Misschien wel. Ik doe even zo. Ik zie er echt niet uit. Maar ik ben denk ik misschien nog wel gewoon dronken. Het is onze laatste dag en ik word er verdrietig van. En ik ga denk ik ook zo even in de rolstoel van Sean zitten, want ik ben er wel klaar mee. Oh, hoe voelen jullie je? Ja, ik heb wel een beetje koppijn, ja. Maar verder oké. Maar ben jij niet nog drunk? Ja, dat zou ook nog kunnen. Dit is wel, zo wil ik wel even blijven zitten de hele dag. Ga jij ons dan brengen, Stefan? Ja hoor, zijn we maar jij. Yes, naar Soho, please. We gaan nu lekker wat eten en dan gaan we naar de Yankees. Zin in. Nou,
is afgelast, komen we nu achter. Dus een leuk ritje naar de Bronx voor niks. Maar dan gaan we even gewoon wat anders leuk doen. En het is wat het is. En dat betekent dat ik gewoon nog een keer terug moet komen, want dan moeten we het gewoon nog een keer zien. Het leven is op het moment een beetje zwaar, maar... Ja, dus. Beter dan niks. Ik weet niet wat ik wil zeggen, ik ben depressief. Dat ik naar huis moet morgen. De oma-vlog is bijna tot zijn einde. Vergeet niet te abonneren op het fucking YouTube-kanaal hier zo, bedoel je. Dat wil je zeggen. Dank je. En ook op die van jou natuurlijk. En hè? Op die van mij. En op die van Sian. Maar mijn video is nog niet ten einde. En ik ga pas deze vlog stoppen als ik in de plane naar huis stoppen, stoppen, stoppen. Zijn jullie niet depressief dat jullie naar huis gaan? Ik ben echt verdrietig. Nou, tot morgen. Ik sluit hem nog af vanavond. Mazzel. Nou, de koffers zijn gepakt. Hallo, ik zei hier in mijn onderbroek. Maakt toch niet uit, het is alleen maar views. Nou goed, we gaan dus nu het hotel helaas verlaten. Nog één keer het mooie, mooie, het mooie uitzicht filmen. Kijk nou even. Oh, wat ga ik dit missen zeg. Wat ga ik dit missen zeg. Sian. Hi. Sian. Nou. Hey, kerels. Ready? Sian. Sian. What's up, man? Ben je ready to go home? Ja. Yeah. Dit was hem dan. Dit was hem dan. Gaan we lekker naar huis? Ja.